Vandaag mijn naam is Jos Aafraak en eigenlijk toestudeer geneeskunde. En van x is een rechte 2x, geven is een parabool 4x min 4 kwadraat, was het snijpunt van deze parabool in zijn rechte. Daarvoor gaan we gewoon de functie aan de kant rechter, dat f van x gelijk aan g van x, oftewel zeggen we dat 2x gelijk is aan x min 4 kwadraat. Ja, dan krijg je de x-waarde van het snijpunt. Nu, onthoud a min b kwadraat is a kwadraat min 2ab plus b kwadraat, een merkwaardig product. Je krijgt dus hier x kwadraat min 8x plus 16. Als naar de ene kant brengen, krijg je dan x kwadraat, die plus 2 wordt min 2, dus x kwadraat min 10x plus 16 is 0. We gaan daarvan de nulpunten zoeken, dat geeft de x-waarde van de snijpunten. Wel, we gaan de discriminant doen hier, t is p kwadraat min 4ac, is dus 100 min 64 wordt 36, dus 6 kwadraat. Dan krijg je min b plus min wortel d gedeeld door 2a, dus 10 plus of min 6 gedeeld door 2. Dus 10 plus of min 6 gedeeld door 2 geeft je 8. En 2, dat betekent x-waarde in 8 en 2. Als je 8 hebt, ja, krijg je 16 van 2x. Dus bij punt 2, 8 krijg je 2 maal 8 is 16. En bij punt 2 krijg je de waarde 2, 4, 2 en 4. Dat betekent, als je kijkt in je lijst, en antwoord B, 2, 4 en 8, 16. Dank wel, bye bye.